Wij gaan geen regels stellen van het mag niet. Maar we laten topsporters er wel goed over nadenken. Toevallig gaan wij ook niet twitteren tijdens de Olympische Spelen. Nee, jullie gaan niet twitteren? Dat is wel een idee, nee. Mag niet? Nee, we hebben zelf afgesproken dat we dat niet gaan doen. Je gaat niet naar de Spelen om je fans te informeren. Je gaat naar de Spelen om een medaille te winnen. Waar zijn jullie bang voor dan? We zijn ergens bang voor, maar het is meer, wij zijn gewoon gefocust op het hockey en niet op alle andere dingen. En je krijgt toch altijd weer commentaar of kritiek of juist heel positief. Het is gewoon, ja, je bent dan alleen maar met andere dingen bezig en wij willen ons gewoon alleen focussen op het hockey. Ik denk wel dat het goed is voor die sporters om van tevoren erover na te denken wat de impact van Twitter is. Of überhaupt van social media. Het is een prachtig podium wat je jezelf kunt geven. Mm-hmm. Maar het mooiste podium is het erepodium.